staan hier met de special guest van vandaag. En ja, wat is eigenlijk aan de hand? Waarom staan we stil? Tuinde. Ja jongens, ik ben er echt helemaal klaar mee. Die chatter die heeft er al zoveel pech. Kijk eens, lekker bandje. Keurig hoor. En nu? Ja, ik zou het echt niet weten. Gaan we hier vlak bij? We zijn nog niet. Oh, hier vlak bij, dat is helemaal kut. Ga ik sowieso niet. Nou ja, zoek maar een oplossing. Ik ben zo bij je terug. Nou, de hulpgroep worden ingeschakeld. Hi, thanks Nate. Bram de boodschappenman die biedt weer oplossing. Ja, toch? We moeten het toch zonder hem, hè man. Schooi, wat ga je doen? Ja, we gaan even een fietsje omrijden. Ik ga naar Bram toe. En daar ga ik even een karretje en een fietsje halen. Ja, dan gaan we even verder. Simon. Ja. Hoi. Top neer aan de kant. Daar staat zijn uitrusting dan. Zo, we zijn half verder. Maar er zit eigenlijk verbetering in. Gaatjes. Ja, die stoel. Die wie is deze karretje? Wacht. Ja, die is van Bram volgens mij. Want, Ja, Bram de boodschappen man. Hey, ben jij helemaal ziek in je hoofd? Ja, man. Ja jongens, eindelijk zijn we aangekomen. Het was een bar fietstocht, fietscar. Weer een bandje lek, het is weer ongelooflijk. Daar hebben we Scheide Wietse, die zal denk ik bijna wel een zonnesteek hebben opgeloten. Kijk hem even strijden. Nou, er varen nog heel veel boten langs, dus we zullen waarschijnlijk niet zo snel wat gaan vangen overdag. Maar Zo, we zijn er hoor. We zijn er. We gaan de hengeltjes lekker uitvaren, zwemmen zelfs. Ah, ben je verrot? Heb je een zonnesteek? Ik ben verrot joh. Ik zei het, het is veel te druk met boten. Ja. Als je één keer met je eigen gaat zwemmen, dan zit het zo door de motor. Nee, pas sowieso naar 9 of zo. We zijn er. Wie zit er nou naast je? Moeders. Moeders? Gaan we, jongens, gaan we vissen met moeders. Dat, ja, dat is gewoon garandeerd succes. We hebben het al 2 jaar bereid gedaan. Gaan we vangen. En altijd gevangen? Ja, dan gaan we het vangen. Niet te ja. Weinig ook. Nee. Dus, we zitten op kanaalstek, 30 graden, mega heet. We varen nog veel boten langs, dus we wachten even met de hengeltjes uitvaren. Yes. En ja. Lekker chillen, we zitten onder het boompje in de shadow. Yes. En hengeltjes gaan maken, lekker wat eten en dan ja. Let's go. Ja. Wat heb je daar nou? Ja jongens, een nieuwe koeltest van Nash. Koeltest. Helemaal cool. Lekker stuk vlees. Een paar koe-elementen. Koude eieren, sausjes, puistjes. En kruidenboter. Kruidenboter. Ja jongens, even een vraag voor in de comments. Hè. We hebben altijd discussie met Daniel Tiedink. Is dit kruidenboter of kruidenkaas? Ja, mooi. Kruidenboter. Ja. Mooi. Ah, wat is dat? Een lekker broodje frikandel. Frikandel. Lekker man. Dat is even anders dan een hamburger. Ja, zullen we meteen nog een beurtje eten? Ja, we kunnen niet achterblijven. Maar je wil even goed vullen. Zo is het. We kunnen weer volle band trillen. Ja, daarom. Het zijn sterke kanaalkarpers. Ja, windje op het water, veel zuurstof, hè? Ja. Dus zuinig. Zal ik in je haar zitten, joh? Even een burgertje erbij. Met kaas en ketchup. Ja. Zoals het hoort. Lekker. Uit vertrouwd. Ja, we zitten eigenlijk puur te chillen hier. Je ziet dat moeder zit nog lekker. Even inderdaad, avondstralen zon. En we hebben niet zoveel haast met die hengels, hè? Nee. We zijn allemaal zo, jij was wat met het weer? Het is nog 30 graden, dus we zitten eerst nog even. 30 graden, en ja, er komen eigenlijk veel te veel boten langs, dus we vinden het ook wel joe. Dus een beetje tegen de schemering gaan die hengels pas in. Ja, maar jongens, uit ervaring weten wij dat als het zo druk is met de boten, dat je gewoon niks gaat vangen. Dus nee. Je kan ze wel inleggen, maar je hebt alleen maar kans dat ze verkeerd liggen omdat er een boot met stroming langs vaart. Dat er allemaal die mensen je hengel al pakken of zo. Gekken. Dus we hebben tijd zat. Dus stap af.
Ja? Ja? Hier ga je niet koud op krijgen. Nee, hier krijg je het niet koud op. Het is 30 graden en de voorseason doet het prima. Ja joh. En je hebt ook geen slaapzak voor nodig. Nou, ik heb een zomerslaapzak bij me. Hey. Nee, dat gaan we hier zo wel voorzien dan. Ik ben even een PVA'tje aanmaken. Het is altijd even lekker om aan je haak te prikken. Om zo zeker te zijn van de worp. Dat hij niet in de knoop ligt. Dus toppie. Ja jongens, ik ga eerst de hengel inleggen. Ik ga hem eigenlijk tussen de vaargul en de eigen kant inleggen. Dus een beetje op 1/3 van het water. Ik ga hem eerst even laten zakken. Voelen hoe hard het is. Ja, kan harder. Maar op zich wel mooi groentje. Haak is nog helemaal schoon. Naar het lood kijken. Ja, dat is prima. Ah, god. Goed bezig. Dank je. Dank je. Ja, best. Dan ligt die best. Gaan we even de hengel op de steun leggen. Lekker verspreid, jongens. Best. Perfecto. Nou, jongens. Tweede hengel kan er ook in. Ook met tijgers van tijgernotenkoop.nl. En bekend stekje hier voor de boom. Ik weet dat het mooi hard is. En gaan we eens even ingooien. Ja? Ik ga even slapen. Maltuinen. Wat doe je? Ja, ik ben ook echt niet serieus. Tuinen, ben je een beetje moe? Maltuinen. Ja, ik ben helemaal verrot. Waarom? Hard gewerkt, hard voor weinig, 7 tot 3. Dat is goed voor je. Ja. Nou, heb je weer vakantie. Nou, vakantie. Nou jongens, hengeltje 1. Ik heb een PVA netje met een snowmannetje, een gulpenpuppie en een strawberry crushbootje. Zoals je weet, we hebben 4 dagen gevoerd nu. Dus 1 dag gevoerd, 1 dag Chit gevist, toen ik gevist. En nu ga ik dus samen met Chit vissen. Dus 4 dagen achter elkaar het voer op de plek. Oh, er komt even een bootje aan, dus we wachten even. Dus krijgt hij een stuk rood tegen zijn knar. Ik kan het proberen. Ja, gaat er wel zachter van. Ja, dat is veel te hard. Joh, probeer het. Dat doe ik voor de film. Nou jongens, ik ga hem ingooien. Let's go. Nou jongens, de laatste shot voor de nacht. Je ziet het, moeders en zoon die zitten lekker met een stretcher poten buiten de brooi. Want dat is te krap. En ze zijn wel bang voor de muggen. Ik niet. Ik zit gewoon lekker in mijn open overwrap. In mijn open brooi, zonder voorzorgs, maatregelen. Maar goed, het eerstvolgende shot dat jullie zien, dat is met een dikke bak in onze handen. Dus tot snel. Mooi joh. Goedemorgen op deze prachtige ochtend. Het zonnetje wil opkomen en Wietse die heeft een mooie run. Ah, al minder kijk. Normijnen. Ja? Ja. Hey jongens, nummer 2.
Ik had niet het formaat waar ik op zat te wachten. Maar vis is vis. We hebben nu natuurlijk twee vissen, dus Meta is aan de beurt. Moeders van de schee. Dus ja, ze is al 2 jaar op rij mee geweest, dus ik denk dat het reden dat het nu al goed zit. Dus ja, laat die bak maar komen zou ik zeggen. Het is 5:30, we duiken nog even de slaapzak terug in. En dan over een uurtje of 2, 3 gaan we op de foto zetten. Jongens, een goede morgen. Het is 9:30. En wie niet weg is, is gezien. Amen. Goedemorgen jongens. Zien er waarschijnlijk wel een beetje moe uit. Maar we hebben echt best goed geslapen. 2 runs maar gekregen. Allebei verzilverd. En die gaan we even laten zien. Wat ben je aan het doen, Tyler? Ik ben even een ei aan het bakken. Lekker man. Het is tijd natuurlijk lekker je mobiel opraden met een zonnepaneeltje. Ja, het is een leventje. Ja, het is echt... Je kan het zeggen treffen. Dat is cool. Wat ben je aan het doen? Ik zit lekker te wachten op een gebakken eitje. Net heb een lekker bakje gezet. Koffie gezet, hè? Ja, heerlijk. Dus ruik je het niet? Ja, dat speelt niet. Hey. Ja. Kom. Dat is mijn linker hengel. Piept er 3 keer omhoog toe en 3 keer naar beneden. Ah, niet in niks aan de hand. Dat is een neutraal. We zijn lekker een eitje aan het bakken. Zoals je ziet is die helemaal klaar. Perfect, lekker man. Maar het is alweer heel warm. Zit er weer zonder shirt. Komen alleen kast. We zijn lekker aan het ontbijten. Flantos die erbij jongens. Dat is het echte werk. Flato. Lekker. Nou jongens, Wietse van de Schee die vond het een verstandig idee om zijn vis in het schermnet te laten en over een uurtje een foto te maken, want het begon al licht te worden. Zoals je ziet. En nee, schep net. Wat een ei. Ja, dat bent hij maar weer. Wat een ei. Wat een ei. Dat is kut. Het is zover. We gaan even een lekker stukje zwemmen. Het is nu denk ik 23 graden of iets. 24. Ja, dus we gaan even afkoeling zoeken. En gelijk vis op de foto zetten en op de film. In het water. Dus dat is helemaal prachtig. En we gaan er eens in. Ga maar. Nee! Vandaag. Er zijn allemaal stenen hier te wonen. Ja, dat is wel prik. Het is een mooie vis hier, zoals je ziet. Hij wil er echt vandoor. Hij wil er wel vandoor. Die van mij was er al vandoor. Maar goed. Is niet... Kijk dit dan. Ik maak me helemaal nat. Lekker man. Jongens, een mooie vis. Echte kanaalscheider, zoals je ziet. Grote staart erop. En grote bek. Grote bakkes. Ja, dit zijn ze hoor. Dit zijn power. Mooie power. Harde run. En hij mocht terug, denk ik. Zou het? Gaan we de release maar even filmen. Met de GoPro. Ja. Nou jongens, lekker even een stukje gezwommen. En dat is altijd wel handig om een handdoekje bij je te hebben. Nu ook te koop in de webshop. DFS Team handdoeken. Het is geweldig. Prachtig jongens. Geborduurd en wel. En topkwaliteit. Je weet het. Ik doe mijn bed, man. Oh. Nee! Zijn mee, hè? Ja. Hey jongens, daar mag hij. Wacht even. Ja, doe eens maar eentje dichterbij. Ja, moet je even... Ja. Nu laten we vallen. En hou recht. Iets meer draaien. Iets meer die kant kloppen. Hey! Ik heb hem nog. Ja, hij is weg! Ik denk even door. Jongen, dat had hij een film. Ja, oh, je deed dat wel. Lafkees. Ik had hem nog aan zijn staart. Maar toen boekte die even. Hey! Nou jongens, je kan wel zien wat er op het menu stond. Allemaal mosselen. Dus
goed om te weten voor de volgende keer. Ja, mooi hè, bij het zwemmen kwamen we ook achter. Nu waren precies de mosselen. Ja, echt niet normaal hoeveel mosselen er op de bodem liggen. Dus, wel gevaarlijk, want het zijn scherpe dingen, maar als je gewoon snel bij je hengel bent, voorslagje erop, kan het eigenlijk niet misgaan. Maar wel een tip, net zoals wij doen, dat je gewoon een keer op een mooie dag gewoon je water in deed. Want onder water weet je niet wat er zit. Nee, ja, ook heel veel stenen tegengekomen, sommige plekken heel hard, sommige heel zacht. Allemaal handig om te weten. En daar kunnen we de volgende keer dan weer optimaal gebruik van maken, jongens. Nou, dit was weer het einde van de video. Het was super gezellig met de mannen uit. En ik heb ervan genoten. Daarom twee visjes gevangen. Ja, eentje was ontsnapt. Alleen had ja, ik heb niet zo sim. Maar goed, maakt niet uit. We hebben plezier gehad. De brek van de zon genoten. Gaan nu weer snel naar huis. Aan school. En dan zien we je volgende week weer. Dinsdag 3:30. En abonneer voor weer. Rata. Wat moet je nog meer doen? Duimpje omhoog. Kijk, waarom? En kleding bestellen op de webshop. Tot dan. Moeders heeft een spin tussen de wiel. Ja, godverdomme. Hey. Het zal weer tegen, jongens. Ja. Nu niet chitten, maar moeders. Had een spinnetje tussen het wiel. Hij is inmiddels eruit. En, je vond het al raar waar die geweven was, hè? Nou, ook. En ik vond het zwaar fietsen, maar het kan gebeuren. Nou ja, joh. Ik heb gelukkig mijn jongens bij me, dus... Dan kunnen we verder. Daarom. Ja. Zou je denken, hier is een zootje, hè? Dat is niet zo heel sim om je te stunten. Die chit krijgt toch weer voor elkaar. Ja. Ik zag het gebeuren, hè? Ja, hij knalt opeens erachter die kar. Als hij iets meer in de berm was gegaan, dan was hij gewoon pijten. Zou jij even helpen? Ja, ik kom eraan. Dus Bram, deze beelden zijn niet voor jou besteld. Maar het zit gaat hartstikke goed om met je kar. Kudding, kudding, Bram. Bram, de boodschappen, man. Ja, we moeten hem niet nog verder de berm induwen. Zal ik hier doen?